De kool rechtstreeks van het land met al die geneeskrachtige kruiden is in de ja. studio beland. Marlies Engels, goedemorgen. Marlies. Goedemorgen. 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 Ja, fijn om dit te zijn. Ja. ja zeker. Ja. Ja, fijn. Ja. Hoe, uh, hoe gaat het eigenlijk met uh, met de kruiden in de tuin met dit weer? Ja. Verzuipt het niet allemaal? Oh, nou gelukkig kan het land het nog aardig aan. De goede afwatering dit keer. Ja. Dus dat gaat goed. Maar het onkruid, dat gaat echt als een trein. Het is echt. Uh... Ja, Niet en, aan te werken. Hè? Nee, en, en je ziet ook, omdat het voorjaar heel koud was, heel ja. lang koud, is het alles heel laat en heel klein nog. En nu opeens dat, dat veel water weer. En soms zie je dat sommige planten ook echt in zo'n stress gaan schieten. En voordat ze groot zijn. Hoe zie je al, dat dan, dat ze in de stress schieten? Nou, ze zijn vrij klein gebleven en nu gaan ze in een soort overlevingsdrang. En dan schieten ze al in bloei. Ja. Maar dan heb je eigenlijk nog geen volume, zeg maar. Het is ook een oh. rare zomer. Hè? Juni was natuurlijk een warme maand. Warmste ooit, hè? zelfs. Ja. Uh, ja. Nu is deze maand eigenlijk een beetje... Zoals vandaag lijkt het wel een beetje herfstachtig. Ja, zelf, ja, ja. En, en mei was natuurlijk echt steenkoud. Ja. Hè? Er is echt... Ja, ik, uh, hoor, ja, ik hoorde dat ook van de boeren in de buurt. Die zijn echt een maand later begonnen, eigenlijk. Maar ja, op een gegeven moment heb je toch de langste dag. Ja. En dan... De planten die, die stellen zich af op het zonlicht, zeg ja. maar. Dus ja. op ja. de uren zon. Dus als, als de planten laat... Uh, de grond in gaan en ze hebben die langste dag al gehad. Dan gaan ze eigenlijk al een beetje naar de bloei en naar de zaadvorming toe. Dus dan, ja, dan zie je eigenlijk dat, dat zo'n bloei. Ja. Niet, of een plant doet eigenlijk niet wat wij willen gewoon. Maar Vindt dat is een mooi effect. De zonnebloemen die draaien mee met de zon. Yes. Ja, 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 ja fantastisch ja. is dat. Ja, en wat mij bij mij in de tuin ook is opgevallen, is dat sommige planten op bepaalde momenten van de dag geuren. Ook, uh, sommige oh, ja. die, die geuren vooral vroeg in de ochtend en andere meer in de avond. En dan zie je ook dat de bijen dus gewoon een bepaald ritme hebben. Dat ze dus oh, ja, ze niet zomaar volgen, raakvliegen, maar dat ze dus echt. Een vaste route. Ja, in ja, ja. de ochtends gaan ze is naar. de. bijenroute de... is dat, hè? Ja, dus we moeten dat inderdaad. Ja. 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 ze willen er allemaal bij zijn. Ja, ja. Ja, ja, hartstikke druk altijd. Ja, ja. ja. druk, uh, druk uh, bij dan kom uh, ze ja. Ja. <laughs> ja, Ik kom er allemaal bij één. wat heb, heb je bij nog... je eigenlijk? <laughs> ik heb ook nog wat kruiden meegenomen inderdaad. Ja. Ja. Je hebt een mand vol, want je hebt. Zijn het één, twee, drie uh, nee, verschillende Nee, het zijn eigenlijk twee? Ge... Ah, oké. Okay. Dus het is ja. uh, sint janskruid heb ik meegenomen en uh, weegbree. En sint janskruid ja, die bloeit altijd. Uh, het heet ook Sint janskruid omdat hij uh, 21 juni gaat hij altijd bloeien op de langste dag. Ja. En... Waar komt Jan dan vandaan? Sint Jan, Sint Jan. Jan. ja, dat is zo'n heilige... Brabant, heilige. dacht ik, toch? Heilige, heilige Jan. Volgens mij nee. komt hij uit Brabant, een beetje die... Uh... Ja, ja het is Sint, Jan. Sint Janskerk heb je natuurlijk. In Den Bosch is dat? Ja. In Den Bosch, ja. ja. De oude Sint Jan. Dus. Ja. ja. Ja, ja, maar, ja en je wie, hebt ook Sint Jans Klooster. En dat ligt ergens anders. Ja, daar is zelfs een heel feest over. Sint Jans feest ook. Ja, dat is, een heilige. Sint ja. Ja, dat op is de langste dag. Maar wie, wie Sint Jans zelf nou ik heb eigenlijk geen flauw idee. Nou, Arnoud is dat op zoek. Oh, is oh dat is mooi. Ja. Dan ga ik gewoon verder. Gaan jullie gewoon over? eventjes van, door met het met ja, ja. kruidje van Sint Jans kruid Jan. is, uh, uh, als je die... Uh, Bloemetjes in de olie zet, dus ja. het was gewoon uh, witte zonnebloemolie, dan wordt die olie heel mooi rood. Oh, ik dacht dat het een potje jam was. Nee, nee, nee. <laughs> er zit echt, kijk hieronder op, zie je de bloemetjes. Deze heb ik dan uh, vorig jaar gemaakt, omdat die ik nu gemaakt heb, is nog niet zo mooi rood. Ja, en dan laat je die bloemetjes dus in de olie trekken en dan uh, ja, dan kleurt die heel mooi rood. Maar wat moet je er verder mee dan? Uh, die olie die is heel verwarmend met uh, koude handen, koude voeten en het uh, zorgt ook voor een goede doorbloeding en het. Uh, uh, het werkt ook bij zenuwpijn. En maar het bij... ziet er heel vloeibaar uit. Kun je dat dan... Moet je dat dan insmeren? Op... Ja, ja, het is gewoon een soort massageolie, zeg maar. Ja. Ah, oké. Okay. Ja. ja. En Sint-Janskruid is verder uh, ja, is heel bekend als een soort van antidepressiva, zeg maar. Het is ook een van de weinige kruiden die erkend is als geneesmiddel. Er is zoveel onderzoek naar gedaan, naar de werking. En hij staat inderdaad wel... Uh, Bijna gelijk met de reguliere uh, antidepressiva, zeg maar. Alleen ja, werkt hij op een mildere manier en minder bijwerkingen. Nou, wordt dat ook, is dat ook bewezen? Zegt ook... Ja, ja, het oh, is okay. echt onderzocht en het is echt bewezen. Het nadeel hiervan is: dit wordt nu ook uh, een beetje aangevochten. Want nu is hij dus erkend als geneesmiddel. En hebben we eigenlijk onszelf in eigen voet geschoten. Want eerst zegt ze: nou, toon maar aan dat het werkt. En dan blijkt dat het werkt. En dan zegt ze: oh, maar dan is het een geneesmiddel. En dan mag jij het niet meer gebruiken. Oh, want jij ja. mag geen geneesmiddel. Gebruiken. Dus mag jij er nou niks meer mee doen dan? Nou ja, de wet zit er aan te komen dat ik het niet meer mag gebruiken. Nou. Nah. Omdat het erkend is als geneesmiddel. Ja. Dus ze hebben eerst eerst zeggen ze nou toon maar aan dat het werkt. Dus er lijkt je heel veel onderzoek doen, heel veel geld, heel veel toestanden. En dan zeggen ze bedankt. Ja, bedankt. Ja. En uh, nou ja, jammer voor jou, maar jij mag het niet meer gebruiken. Maar gaat want... dan ook de farmaceutische industrie ermee mee aan de haal? Uh, ja. daarom denk ik. Ja, of, dat zou kunnen. Ik bedoel, kunnen. dat gaat over heel veel geld. Ja. Waarschijnlijk. Want ja, die ja, maakt natuurlijk veel gewoon... meer voor ja. dan jij. Ja. ja, maar het is vooral. Ja, dan, weet je wel, dan moet het dus. Uh, op dat moment kan, uh, nemen ze aan dat ik niet zorgvuldig niet met dat kruid om kan gaan. En, oh ja. en, en dat ik dus niet de juiste doseringen Terwijl kan het doen. Dat is al tien jaar, tien jaar. Oh, het en, is al honderden jaren. Ja. ja. Maar wat ja. kost dat dan bij jou? Als je dat, uh, uh, nou ja, een zakje thee, dat kost dan 3,50. Dat is wel duur van je hoor. Ja? Want je plukt het toch gewoon joh! Ah, Ik jo. <laughs> Kom een keertje helpen. <laughs> nou, dat lijkt me echt dan een piep keertje je wel leuk. handig. Zullen wij samen ja! een keer komen om dat, dat te doen? Dan maken we daar een leuke reportage over. Ja, ja. ja. dat is leuk. Ja, dat lijkt me ja. hartstikke leuk. Ja. ja, dan komen jullie helpen. Dan piep je echt wel anders hoor. Nou, daar ja. nou, heb je hard... ook wel een kruidje voor toch? Jawel, als je spierpijn hebt en zo, dan gaan we piepen ook. Ja, oké. meteen een ander. Kruid en en is dus al af ja. denk ik hè? ja. Uh, yeah. Ja. We hadden het net over uh, Sint-Jans uh, kruid, natuurlijk, met Marlies Engels. Heb jij inmiddels ja. kunnen vinden wie sint ja, jan is? Er al zijn al? heel veel verwijzingen. Het zou kunnen oh. gaan over uh, Johannes de Doper, Sint-Jan oh, ba ja. Baptist, Sint-Jan Evangelist, de Apostel Johannes zou het dan ook nog kunnen zijn, een Vlaams Jezuïet, uh, Johannes Christos Thomas, Johannes Nepomucenus, Johannes de Deo, dat is de broer van Ax. en <laughs> Johannes van Chinon. Hoe oh, is dat het uitvinden van de Deo geweest? Dat is het uitvinden van de Deo. Ja, ja, Johannes de Deo. Misschien ja. zit er ook denk wel Sint-Jans kruid in de in Ja, ik de denk het bijna over. wel. Op de nieuwe merk ja niet ook. echt heel ik erg bij, ik kom even bij je ruiken oh, ja. oh oké okay. met ja. kruid dan hè met kruid ja. het, ja. <laughs> ja. Ja. nou het heeft wel iets deodorantachtigs ja toch wel ja, ja. nou ik het is weet. niet heel vies. Niet maar dat, echt... daar zongen ze al heel veel jaren geleden over hè in Gloria in Excel de ja. ja. oh ja. <laughs> een stukje zingen Zo lang We hadden ze dat al wow, Goed. wat wow. heb je nog meer meegenomen Marlies <laughs> ja oh ja, uh, ik ben even van slag. Van het ja, eh, rekening zijn er meer mensen van slag, hoor. Echt, er lopen katten met de staart tussen de benen. Oh joh, nee, het klonk best goed, moet ik je eerlijk zeggen. Echt waar? Nou, ja, je bent nou. de eerste. Ja, oh. Nee, ik heb wat aan gehoord misschien. Ja, uh, de weegbree zelf wil ik nog eventjes onder de aandacht brengen. Uh, weegbree is eigenlijk dit plantje... Uh, dus soort, uh, soort ja, nou ja, ja, is het is een soort tovermails. Nou ja, tovermails is niet het goede woord, maar het bijna helpt heel veel. Dat is goed. Ja, ja. ja. ik, ik, ik ja. heb er ooit een keer een potje meegegeven, ook eens probeer het maar. Ik ja, probeer, te, te, tegen diverse dingen ook. Als je ja. ergens pijn in je schouder, elleboog of wat dan ook. hebt. Ja, spreken, joh. Wondjes, insectenbeten. Ja, het is, ik doe hem altijd in de zomermaanden in de, in de actie, zeg maar. Om, omdat als mensen weer op vakantie <laughs> gaan. Actie. In de actie. Ja, winkels <laughs> ja, ja. en zo. Ja, we zijn toch dan... bezig met de dan de kan deze ook. Ja, nee. Ja, en dan voor, uh, nou ja, wondjes, insectenbeten, uh, als je jeuk hebt. Ik heb zelf een keer iemand gehad en die had echt een hele rare uitslag van een beest uit het buitenland. Ja. En ik had zoiets van, nou ja, uh, kijk maar of het werkt, ik weet het ook niet. En toen een uh, uurtje laat kwam ze terug. Toen zei je, Nou, het wordt al wat rustiger. En een paar dagen later was het ook echt wel helemaal weg. Maar wat doet het dan? Verkoelt het of trekt het? Ja, het, stoffen uit uh, de trekt uit, of... Ja, het desinfecteert heel goed. Want ook bijvoorbeeld als je, als je wondjes hebt die echt vuil in ontstoken zijn. dan kan je het ook gewoon opsmeren. En dan, ja, dan pakt het de ontsteking echt aan. Maar welke ja. moet je dan hebben? Want je hebt de, de ruige weegbreed, de smalle weegbreed. Je hebt de brede weegbreed. De weegbreed. Weegbree. Ja, je, je hebt het soort... ja. ja. Ja, nee, ja. De smalle wegen gebruik ik altijd. Ja, en floosat is trouwens een laxermiddel. Ja, dat is het. Ja, het kruid. eruit. Ja, hè? Er, ja, het is zelfs nog uh, in, in het ziekenhuis, wordt het ook altijd. Maar het is gebruiken. wel iets, dus familie van de Weegbrenner, dan? Ja, Plantago, ja. Maar groeit dat ook gewoon, gebruik je dat ook eigenlijk? Uh, ja, ik heb het in een thee zitten, inderdaad. Ja. Voor als je. Uh, uh, lax voor laxeren, uh, kruiden, zeg maar. Ja. Oh, ja. Voor en werkt dat dan goed ook? Ja, werkt goed. Ja. Een ja. kopje en uh, je gaat? Uh, ja, een kopje thee en dan. Nou ja, niet meteen hollen naar de wc. Want dat werkt met het het ongeveer wel zo, maar ik heb het dan een beetje afgezwakt met wat en, en wat andere kruiden Anders het... zou het te heftig zijn. Uh... Ja, ah, okay. ja, ik zorg altijd dat de kruiden een beetje zacht zijn. Zeg maar. ja. En waar kunnen we dit, uh, deze beide kruiden eigenlijk vinden? Als we zeggen van nou we willen wel eventjes uh, gaan plukken onderweg, dan kun je uh, Weegbree vinden. Ja, Weegbree vind je eigenlijk overal wel. In het gras mm -hmm. uh, groeit hij heel veel. En uh, Sint Janskruid, ja, in de polder komt hij een beetje steeds meer langs Bermen en zo. In, vooral in, in uh, Zuid-Nederland komt hij heel veel voor. Maar je ziet hem toch uh, hier in de polder ook wel een beetje op een beetje zo'n schralige grond langs het spoor. Of, uh, en bij jou natuurlijk op het bij e met, mij in de tuin. Mensen ja. kunnen komen kijken ook bij jou. Ja, ja, ja. Is, is dat sinds, sinds kort? Want uh, heb je er nooit eerder over is Nee, nee. Ja, dat is. Uh, even kijken hoor. In 2019 hebben we een bezoekershuis gebouwd ja. en dat was eigenlijk net in het voorjaar klaar. Want we zouden open gaan, toen kwam dus de lockdown eraan en uh, dat heeft een tijdje geduurd. Dus nu zijn we officieel, of officieel, officieus. Uh, vorige maand uh, van start gegaan. Oké, okay. en dan mogen mensen. Uh, wat wil er gebeuren? Ja, we zijn uh, woensdag. Uh, woensdag en zaterdag zijn we open. En dan kunnen mensen uh, zelf door de tuin heen wandelen. Het is ook educatie natuurlijk, om de mensen kennis te laten maken en te leren over wat je gewoon in de, in de tuin of langs de kant van de weg zit. Ja, ja, ja. We doen ook om drie uur doen we altijd een rondleiding, zeg maar. Dus dan vertellen we ook wat over de kruiden. En uh, we hebben ook hele mooie bordjes gemaakt met uh, uh, de naam, de Latijnse naam en de familie. En daaronder staat dan ook. Uh, uh, logootjes met waar de planten goed voor zijn. Ja. Dus mensen kunnen zelf ook leuk. Blijven. Voor scholen. Ja, joh. De kinderen echt weten ja. van kruiden en zo. Dat komt niet uit de potje. Hè. We, we weten dat vlees, dat de, de melk, denken ze, komt uit de supermarkt. Ja. Maar ik denk ook de kruiden en zo. Dat is ook beter. Dat ja, het dat is superleuk. Gemaakt. Ik ga, ik dep regelmatig ook lessen op school en uh, dan neem ik vooral dus juist de weegbree en en die wilde planten mee en smeerwortel en dan. Zijn de kinderen eigenlijk wel verbaasd dat het ook echt medicijnen zijn? En ja. Ik denk ik... dat het woord smeerwortel, dat valt altijd wel goed hè, bij de kinderen. Ja, ja, ja. ja, ja. En dan gaan ze natuurlijk ook helemaal gevaarlijk ja. en, ja, en We worden door onze ouders geleerd, moet je weg bij blijven. Ja, ja. We, worden, we, creë we creëren eigenlijk juist angst voor de natuur. En ook hebben ze zoiets van, kinderen hebben er helemaal geen interesse in. Terwijl ik merk steeds dat ze draaien, met... eigenlijk ze draaien als kruisband. Ja, het maar boeit ze echt heel erg. Vroeger en vroeger zaten we toch ook op een gasprietje te kouwen en zo? En ja. Ja. Zeggen, nou, en al die meisjes, doen, als ze even de kans krijgen, maken ze nog steeds allemaal van die prutjes met bloemetjes en zo. En ja. Dan, ja, dat is heel fascinerend. En als ze dan ook nog merken dat het echt wel. Ja, zo'n weegbree ook voor wondjes is en dat soort dingen dan. Ja, helpt het ook een beetje tegen wordt Of een eczemachtige... Ja Ja, kan. Ja, ja, het is een vette olie. Dus hij verzacht dan, zeg maar... Voor eczema uh, zijn wel andere kruiden beter. Maar het, het verzacht in ieder geval wel. En het maakt de huid wel rustig. Oké. Okay, het voor... is meer voor wondjes en, en ah, ja. insecten beter. En, en dat soort... Uh, okay. Soms okay. wel allergische reacties. Zoals bijvoorbeeld van berenklauw en dat soort dingen. Dan ja. werkt hij ook wel weer goed. Dat is trouwens ja. ook een probleem, hè? Die berenklauw. Nou! Die, die groeit soms wel een meter per Per dag, hè? Echt waar? Ja, en als je die schermen laatst. ziet, hoor, die zijn bijna een meter in doorsnee. Echt wat, wat een probleem, reuze. probleem, ja. En ik denk nu met het vocht nog meer. Ja, dat denk ik ook. Ja. ja. Oké. Okay. Marlies Engels, dankjewel weer. Tot de volgende ja, keer. Jullie ook. Bedankt.